op alle gebied. De normale slipcursussen, die kent iedereen. Wij gaan met wat meer actiemotoren, wou ik zeggen, meer instructeurs gebruiken. We constant instructie naast je in de auto. Dat is heel belangrijk. En dan wat meer op rally- en racegebied. 'S Ochtends word je tijdens een theoriecursus bijgepraat over rijvaardigheid en wagenbeheersing. Dat kun je 's middags meteen in de praktijk brengen als je naast mannen, maar ook zelf in auto's als een Audi Quattro, een Subaru Impreza of een Mitsubishi Lancer Evo 5 mag plaatsnemen als navigator of zelf achter het stuur, met adviezen van Nederlandse toppers. Wat we nu aan het doen zijn, dat is rijden op gravel en op zand. Dat is meer spelen met de auto. Dat doe je natuurlijk in het dagelijks verkeer nooit. Daar krijg je niet de kans voor. Om te leren om te slippen en te glijden op zand of op gravel. En dat kan je hier veilig en voluit doen eigenlijk. Spelen in echte rallywagens. Geholpen door Nederlandse cracks als Edwin Abbering, Giel Bos en bijna Hellendoorn rallywinnaar Erik Wevers. Je kan niet alleen als navigator mee, maar zelf ook rijden. En de coureurs geven tips. Daarnaast zijn er een aantal ontspannende onderdelen om meer gevoel te krijgen met de wagen. Als je denkt dat je een beetje kunt sturen en je hebt een paar slaloms gedaan, dan komt er hier nog een extra dimensie bij. Dan kom je erachter dat je bijvoorbeeld hier op het zandparcours eigenlijk nog niks kunt. Nou, je leert vooral hoe je bochten in moet sturen, hoe je handen moet houden. En het wordt gelijk afgeleerd dat je open gaat pakken met sturen. Ja, en je leert goede lijnen rijden. En dus leer je veel. Niet alleen in een rallywagen kan er worden gereden of meegededen, er zijn ook racewagens. En met behulp van de coureurs leer je veel. Ook op een verhardbaantje waar je ideale lijnen leert rijden. Een dagje verantwoord spelen en je een dagje Erik Wevers of Rocco Teunissen voelen. Zelf een keer meemaken wat die jongens normaal in een rallyauto voelen en doen. Als mensen maar even zeggen van nou, het slaat aan, we vinden dat heel erg leuk. We willen eigenlijk misschien wel doorgaan voor een rallylicentie. Dan kun je ook bij ons terecht. We doen een cursus. En praktijk ook weer. Waarna je dus zelfs je knaf rallylicentie kunt behalen. Rallysport is geen goedkope sport anno 1999. Maar een keertje meemaken wat de grote mannen doen is toch een hele aparte ervaring. En dan weet je als je de volgende keer staat te kijken wat deze mannen meemaken.